Dan zit je echt met dus particuliere klanten. Ja, ik zie uh, alle vragen binnenkomen, maar ook alle klachten. We hebben het ook heel laagdrempelig gemaakt. Mensen kunnen ook de directie heel makkelijk aanspreken als ze dat willen. Zowel telefonisch als via uh, e-mail. Ja. Dus we proberen dat zo laagdrempelig mogelijk te maken. Maar ook proactief, dat ik uh, klanten bel om te vragen hoe het gaat en wat er ja. goed gaat. Maar vooral natuurlijk wat er niet goed, uh, goed gaat. En nee. zo heb ik nou ja, veel van mijn tijd gebruikt om contact te hebben met klanten. En hoe vinden ze dat dan? Dan spreken ze de grote baas, opricht van Brand New Davis. Is dat dan eng of juist leuk? Nee, het gebeurt. Uh, ze, het overkomt ze eigenlijk zelden dat uh, de eigenaar ja. uh, belt. Dus ja. dan zijn ze daar vaak verbaasd over. Ja. Uh, maar volgens mij weten ze dat echt te waarderen. Of ik weet dat ze dat waarderen. Ja.